Hey en welkom in een nieuwe week, waarin dat we het vandaag hebben over de angst om gelukkig te zijn. Um, en Misschien kan je dat gevoel wel, angst om gelukkig te zijn, misschien heb je er nog nooit van gehoord. Uh, misschien weet je wel dat dat bestaat omdat je het gezien hebt bij mensen uit je omgeving. Maar um, vandaag wil ik het met jou hebben van hoe komt het dan eigenlijk dat we bang zijn voor iets positiefs. En wat is de reden? dat we onszelf gaan saboteren, want het leek toch zo onlogisch om angst te voelen voor geluk. Nu de eerste keer dat ik bewust werd dat angst niet altijd over negatieve of slechte dingen hoeft te gaan, was toen een aantal jaar geleden een businesscoach me vertelde over de angst voor succes. En voor een stuk had ze gelijk, want hoe succesvoller ik zou worden, hoe minder tijd ik zou hebben voor mijn kinderen, hoe drukker het zou worden en ik geen tijd meer zou hebben voor mezelf. Uh, ik was bang dat ik geen controle meer zou hebben over mijn leven. Nog meer rekeningen zou hebben en opnieuw zou geleefd worden eigenlijk door materie. En eigenlijk ook een stukje bang om terug in de ratrace te komen. Zoals dat toen nog was uh, toen ik uh, werkte als politieambtenaar. Maar uh, wat me eigenlijk toen werd getoond is dat dit allemaal overtuigingen waren. Waardoor ik, dat ik mezelf constant onbewust saboteerde. En het hoeft niet per se zo te zijn dat wanneer je succesvol wordt, allerlei negatieve bijwerkingen geactiveerd worden. Toch zat dat zo in mijn systeem ingeprint. Uh, uh, was mij dat op een of andere manier zo aangeleerd. Want uiteindelijk, wanneer je succesvol bent, dan kan je eigenlijk doen wat je graag doet. En dan kan je kiezen waar je je gaat aan uitgeeft, zoals goede doelen steunen bijvoorbeeld. Maar ook als ik dan vertel. Um, over mezelf, zoals ik het nu doe in deze video of in deze podcast, dan um, heeft dat ook zijn invloed op anderen. Want hoe, succes, hoe succesvoller ik word, hoe meer mensen ik bereik. Hoe meer mensen voordeel kunnen halen uit mijn ervaringen, uit mijn gaven en talenten. Kortom, door mezelf te kort te gaan doen, door mezelf te gaan saboteren, wat ik vroeger deed, en het succesvol worden en het zichtbaar worden, Zorg ik er eigenlijk ook voor dat andere mensen beperkt werden om hun geluk te gaan volgen, om van mij te gaan leren. Nu, afgelopen week kwam het thema angst voor succes terug in mijn leven, maar op een andere manier. En je weet het, of je weet het misschien nog niet, maar als tweelingvlam is het mijn taak om te werken rond liefde. Om jou en veel andere mensen te leren over liefde en vooral hoe relaties aan te gaan op een evenwichtige, gezonde en vooral zuivere manier. En dat daarom ervaar ik heel veel, zodat ik het met jou kan delen. Nu, wanneer je het pad van een tweelingvlam loopt, of je bent in connectie met een tweelingziel, dan kunnen de emoties, waardoor je heen gaat, soms zo overweldigend zijn, dat de angst je echt in je kleren gaat gaan zitten. En dan is het letten geblazen, dat je door je eigen bagage, zijn de ervaringen in het verleden, hartbreuk, angsten, kortom, van allerlei zaken, dat je daardoor eigenlijk niet uh, de connectie gaat gaan saboteren. Want dan kan je bijvoorbeeld gaan denken, al dat niet door het toedoen van je omgeving, dus onder lichte druk van je omgeving, kan je gaan denken dat dit uh, al altijd wat je ervaart, al die dingen die je voelt, dat dat eigenlijk iets is wat je zelf allemaal wees maakt. Dat dat eigenlijk niet, al, niet kan. En wat ik vaak zie gebeuren bij klanten, is ook dat ze op een bepaald ogenblik getriggerd worden op hun zelfwaarde. Want uiteindelijk, wat maakt dat je anders bent dan andere mensen? En wat heb jij gedaan om dit allemaal, een diepe connectie in de vorm van ware liefde, te ontvangen? Uiteindelijk ga je dingen zien die er eigenlijk niet zijn. En als je vertrouwen in de connectie en vooral in je eigen intuïtie nog wankel is, dan ga je zelfs de anderen beschuldigen voor elk gedrag dat ze vertonen. Ondanks het feit dat hun gedrag enkel weerspiegelingen zijn van de schaduwen en penen in jezelf. Dus afgelopen week overviel het me plots weer. En eerder wist ik niet goed waar de emoties, die zelf twijfel vandaan kwam. Maar na wat introspectie en een gesprek met mijn gidsen, werd het mij eigenlijk al heel snel duidelijk dat het ging om, in dit geval, angst om gelukkig te zijn. Dus niet meer zozeer angst om succesvol te zijn, maar angst om gelukkig te zijn. Er kwamen opnieuw triggers op mijn pad, zoals thema's zoals bedrogen worden, liegen, uh, alleen achterblijven, vertrouwen. Uh, die werden allemaal naar boven gebracht. En, de, niet per se in mij, maar er kwamen klanten op mijn padden die rond die thema's nu aan het werken waren. Waardoor dat voor mij duidelijk werd, dat ondanks het feit dat ik al heel wat innerlijke werk met betrekking tot deze thema's had gedaan, dat het opnieuw naar boven kwam, maar het toonde zich nu op een andere manier. En uiteindelijk herkende ik dat het ging om de angst voor die diepe connectie. Angst om me over te geven aan de overweldigende emoties en vooral ongeloof dat dat echt was. En toen ik nog dieper inging op deze emoties, besefte ik dat het niet zozeer de angst was dat er nu alles in mijn leven was. Het ging erom dat uh, wanneer ik al the way zou gaan, uiteindelijk mijn hart volledig zou openen. En tussen ons, ons gezegd en gezwegen, mijn hart is al heel lang volledig open als het gaat over die connectie. Maar het ging erover van als ik dat zou doen, wat ik al gedaan had, maar dat ik eigenlijk mezelf ook weer kwetsbaarder opsta. Geen maskers in deze connectie, maar enkel mijn ware essentie. Dus het ging niet zozeer om een angst om te veel te voelen, want dat heb ik al toegelaten, maar wel een angst om nooit meer liefde te voelen op deze manier, wanneer dat er om een of andere reden iets zou verkeerd gaan. En daarmee gepaard gaande natuurlijk ook de angst dat ik mezelf dan en mijn intuïtie dan niet meer zou kunnen vertrouwen. Nu, wanneer je deze um, content beluistert of bekijkt, dan zou je misschien niet bewust zijn. Um, maar al de triggers, die waren er omdat ik bewust zou worden van de overtuigingen die er onbewust nog waren. Net omdat ik ze maar pak als loslaten, als ze bewust geworden zijn, als ze eigenlijk in het licht gebracht worden. En dus zijn het nog meer liefde dan op dat moment door mij heen zou kunnen stromen en verankerd worden op de aarde. Want dat is het uiteindelijke doel dat ik hier te doen heb. Nu, als je weet dat angst een gedachte is, wat heb ik dan gedaan? Doorheen het bewustboringsproces rond wat ik vorige week um, ervaarde, heb ik elke gedachte die ik had toegelaten. Ik oordeelde niet over mijn gedachten, want ik ben niet mijn gedachten. Gedachten zijn zoals de vogels in een boom. Ze komen en ze gaan. Euh, met dat verschil dat een boom geen controle heeft over de vogels, maar jij hebt wel controle over jouw gedachten. En dat hielp me om elke gedachte te transformeren. Ik wil opnieuw veel te veel vertalen in de korte tijd. Maar dus dat hield mij om elke gedachte te transformeren en te vervangen door een gezonder alternatief. En om nadien bewust te gaan affirmeren, te gaan zeggen tegen mezelf, ik ben open om ware liefde en overvloed in al zijn facetten te ontvangen. Maar dat niet alleen te zeggen, maar ook de emoties aan te koppelen en dat echt te gaan voelen in mijn volledige leven. Wat ik je nu zo net vertelde over mijn eigen proces, over een stuk die in mijn eigen connectie gebeurde, is ook iets wat ik zie gebeuren bij klanten en bij mensen in mijn omgeving. En dan hoeft het zelfs niet altijd en enkel aan en nieuwe over relaties, over liefde te gaan. Want wanneer mensen iets heel hard willen, zijn we zo geconditioneerd om maar niet te hard te hopen en te dromen. Want we hebben, we hebben gedachten als, we zullen het toch nog niet krijgen. Of je kreeg als kind misschien vaak te horen, blijf maar met je twee voeten op de grond. Of, bekijk het nu toch eens realistisch. Of, wat denk je wel niet dat je bent? Waarom zou je dat wel kunnen, terwijl dat ook mijn droom was en ik ben er nooit in geslaagd? Dat zijn allemaal zaken die klanten en jij misschien wel lucht ook te horen hebben gekregen terwijl ze aan het, opvoeden, uh, aan het opgroeien waren uh, of op het moment dat ze op het punt zitten dat ze eigenlijk moeten keuzes gaan maken in welke richting ze willen verder gaan. Je hebt misschien zelfs zelf gezien hoe dat jouw ouders hun dromen hebben opgegeven om gelijk welke reden. En hoe vaak dat ik het niet zie gebeuren dat mensen eigenlijk zichzelf aan de kant zetten voor hun kinderen. Terwijl uiteindelijk die kinderen dat nooit hebben gevraagd. Zij willen enkele en alleen gelukkige ouders. En de meeste van mijn klanten zitten ook vast in die denkpatronen. Waar dat ze eigenlijk niet bewust van zijn. En dat is dan is dat mij om hen daar bewustzijn over bij te brengen. Om hen dat te spiegelen. En dat maakt dat ze dromen hebben, maar ze zijn bang om ze achterna te gaan. Ofwel omdat ze te groot lijken. Of omdat anderen zeggen dat het onmogelijk is. Maar soms ook nog gewoon omdat ze bang zijn om te staan dat het dan... Ik het heb en plots verdwijnt het weer. Maar, mooi mens, we zijn oneindige wezens. En dat betekent dus dat er oneindig veel mogelijkheden zijn. Alles wat jij kan bedenken, elk idee dat in je opkomt, is realiseerbaar op voorwaarde dat jij erin gelooft. Nu, leven uit angst is een keuze. Dus dat betekent dat je het ook op iets anders kan kiezen. En energetisch gezien staan we op dit ogenblik op een tweesprong waarin dat zielen de keuze zullen maken. Zullen ze stappen richting de nieuwe aarde, waarbij dat je leert manifesteren vanuit je passie en vanuit je essentie, dus een verbinding en afstemming met je ziel. Een wereld waarin onverwaardelijke liefde, vrijheid en harmonie de norm is. Of blijven in de oude wereld, waar dat je hard moet werken voor je centen, waar dat je niet voor niets krijgt. Een wereld waar dat eigenlijk beperkingen, controle en macht de boventoon voeren. Op dit moment bestaan beide werelden naast elkaar. En het is aan elke ziel afzonderlijk om de keuze te maken waarheen ze willen gaan. Dat betekent ook dat er mensen zijn die je zal achterlaten, die je mag loslaten, wanneer ze niet met je meegaan. En ook in dit proces zal de angst voor geluk, de angst voor verandering naar boven komen, getriggerd worden. En dan is het aan jou om te kiezen voor jezelf. En ook hier zie ik het ook weer gebeuren bij klanten en bij mensen met mijn ruimere omgeving, dat, um, dat ze eigenlijk kiezen om zichzelf aan de kant te zetten en eigenlijk een stukje achter te blijven bij hen die niet meegaan naar de nieuwe aarde. Maar besef heel goed dat jij op dat ogenblik een prachtige kans voor jezelf aan de kant laat liggen. Een keuze die je ziel wenst te maken, namelijk meegroeien naar de nieuwe aarde en daar verder te groeien in bewustzijn. Het feit dat je hier nu. Naar mij luistert, is een teken dat jouw ziel ervoor gekozen heeft om mee te groeien naar de nieuwe aarde. Dus het is aan jou om te kiezen welk pad en welke wacht je wil gaan. Het is de bedoeling dat je je valse zelf achterlaat, als je hem niet gaat. En ik weet als geen ander dat veranderingen lastig zijn, want het vraagt om buiten het gekende te stappen. En we laten altijd een stukje van onszelf achter in het verleden. Maar weet dat het stuk dat je achterlaat niet is wie je werkelijk bent. Het is een stuk waarvan je dacht dat het bij jou hoorde. En moest dat ook echt zo zijn dat het bij jou hoorde? Wel, dan zou het nog steeds een deel van je leven zijn en van jou uitmaken. Dus zet u niet langer op de tweede, derde of welke plek dan ook. Jij bent het waard om in jouw leven altijd de eerste plek te krijgen. En dat is niet egoïstisch, dat is gewoon een manier van leven. Wanneer je keuzes maakt, kies dan voor liefde en voor jouw geluk. Ja, en misschien gaat die liefde verdwijnen, of wat hij ook gekozen dat het opnieuw verdwijnen uit je leven en dat gaat wellicht aan pijn doen. Maar weet dat ware liefde uit er altijd is en niet altijd per se van één persoon hoeft te komen. Weet ook dat wat het, hetgene dat je dan uiteindelijk loslaat, geeft of wel op dat punt zijn nut gehad, heb je de les geleerd of. Was het iets dat eigenlijk nooit echt op je ware pad hoorde? En gewoon een weerspiegeling was van de vervormde energie die je op dat moment, uh, uitstraalde. Dus, treur niet om de verkeerde dingen. Focus liever op waar je heen gaat. En kijk enkel achterom, zodat je kan zien wat je al bereikt hebt. En wees dan dankbaar. En nog meer zegeningen gaan in je leven binnenstromen. Maar alsjeblieft saboteer jezelf niet langer met te denken dat je leven zo of zo zal verlopen. Laat angst je niet tegenhouden. Er zijn oneindig veel mogelijkheden en alles kan in een split verschuiven. Het enige wat nodig is, is dat jij daarin vertrouwt en dat jij dat gelooft. En voor de rest moet jij gewoon je beste leven ooit leven. Maar niemand kan het voor jou doen en niemand zal het ook voor jou doen. Dus als je nu op het punt staat in je leven, en je voelt dat je vastzet, je voelt dat je, er, dat je ergens geblokkeerd wordt, of je weet niet welke richting je moet uitgaan, weet dan, excuseer, dat je via een um, transformatiesessie eigenlijk op een snelle en efficiënte manier kan werken aan die blokkades. Wil je meer weten over jezelf, je pad, of je missie, of wil je meer leren over het, uh, het pad lopen van een tweelingvlam, of een connectie hebben met een uh, soulmate, of een tweelingziel? Ook daarin kan ik je verder helpen via een fase zo'n transformatiesessie. Of via een online reading. Ja. Dus er zijn verschillende mogelijkheden waarin ik jou verder kan helpen in jouw uh, bewustwordingsproces. Je kan ook even goed um, het e-book Integratie van het Eenheidsbewustzijn lezen als je echt nieuw bent in uh, dit alles. En het jou uh, triggert om meer te weten waar dat we eigenlijk collectief allemaal geen gaan. hebben. Zo, so, zoals altijd. Een aan liefde. Je weet, als er iets is, kan je uh, via de Box of Website kijken wat dat er allemaal mogelijk is om samen te werken. En uh, dan hoor en zie ik jou in uh, een volgende content. Dus tot volgende week. Daag!